Het is een gevulde courgette. À la fouille. Goedemorgen. We zijn vandaag dinsdag. Mijn outfit voor vandaag. Trouwens ook de outfit van gisteren. Het grappige is dat onze huisvrouw, een collega van mij, waarmee ik goed overeenkom, ook een streepjes iets aan had. Met dezelfde soort streepjes, maar dan een t-shirt. En dankzij de orange installatie van gisteren kan ik terug YouTube kijken tijdens het kijken naar de televisie. En ik heb onder mijn tablet hier aan laten zitten, wat eigenlijk niet zo goed is. Maar wat. Ik heb trouwens deze rose golden tablet. Het is nu 8:30 en ik ga meteen vertrekken naar mijn werk. Ik ga met de fiets gaan. Dat is ook wel weer een week of zo geleden is. Maar ik heb er wel zin in, want ondertussen kan ik mijn luisterboek luisteren van Michelle Obama. De vraag is, waar heb ik mijn fietssleutel gelaten? Ik ga straks nog even verder zoeken, maar nu moet ik brengen naar het want. Ik vind mijn sleutel niet, dus ik denk dat ik dan met de auto ga moeten gaan. Maar dat is geen probleem, want ik moet eigenlijk nog langs de koolruid. En dat zorgt ervoor dat ik meer tijd heb om langs de koolruid te gaan. Onderweg naar beneden wel een keer kijken of dat niet gewoon op mijn fiets. Tijd om bij te tanken. En straks nog vlug naar de koolruid om een boodschap. We zijn weer blut. De werkdag zit erop. Tijd om naar huis te gaan. In deze veel te warme auto. Oké, naar huis. Het is 7:00, ik heb ook net een paar kleine dingetjes opgeruimd en nu denk ik dat mijn eten klaar is om op te eten. Het is een gevulde courgette, à la fouille. Dit is trouwens een aflevering die ik nooit van mijn ouders mocht gaan kijken. De aflevering Sinterklaas kampioentje. Net twee afleveringen van de kampioenen gekeken. En nu heb ik wel zin om nog verder Sims te spelen. Ik had ook een klein hongertje. Of een hoestingske. En daarvoor ga ik cornflakes eten. Cornflakes zijn namelijk een iets zonder tussendoortje. Het is nu 9:55. Genoeg soms gespeeld voor vandaag, denk ik dan. Ik wil straks wel nog iets bekijken, namelijk ik dacht dat morgen een openluchtfilm was en ik wil nog een keer kijken welke film ze uiteindelijk hebben gekozen daarvoor. Ik ben waarschijnlijk ook de enige die het zo eigenaardig vindt dat het wel donker is om begint te worden om 9:00, terwijl het echt 3 weken geleden nog licht was om 10:00. Ik moet dus nu met een zak lamp van mijn gsm naar de hang lopen omdat ik nog altijd te lui ben de huisbaas te bellen. Wacht, ja. En die deuren slaan al van zichzelf als er tocht is gemaakt. Dus daarom sluit ik ze. Dit licht werkt gewoon wel. Ik ga bijna deze vlog ga afsluiten, maar ik wil jullie wel nog iets melden, namelijk morgen spelen ze Bohemian Rhapsody als openluchtfilm en ik ga daar naartoe. Daarvoor is het ook een initiatie Leeuwtoren en dat wil ik ook graag nog eens spelen.
Dat wordt een hele leuke vlog morgen. Voor de rest ben ik thuis aan het werk. En dus ja, dat is wel tof. En ik moet ook nog overnatuur naar de pub. Dus een hele leuke vlog morgen. Ik ga ook heel dringend mijn sleutel moeten vinden van mijn fiets, anders moet ik te voet. En dat is niet zo handig. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren als je de vlog van morgen of een andere vlog niet wil missen. Mijn vlogs komen op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag online. Op zaterdag een extra video en op woensdag een speciale vlog. Doedels! Oh ja, ben je al geabonneerd? Nee? Nee? Dan geef ik je nu de tijd voor het endscreen komt met de afspeelvloglijst van de zonnige zomervlogs en een geschikte video voor jou.